De politie heeft gisteravond weer controle gedaan op de naleving van de lockdownmaatregelen. De verschillende bruggen waren in dit kader wederom afgesloten. In Paramaribo zijn er gisteren in totaal 120 overtreders opgebracht. Op de Koezewijnenbrug is een aantal lockdown-overtreders staande gehouden. Bepaalde van hen hebben gewoon geen rekening gehouden met de avondklok. Daarnaast waren er ook mensen op straat met een vervallen dispensatiebrief. De politie heeft verder in diverse wijken controles uitgevoerd op samenscholingen en mensen die in binnenwegen over straat waren. De lockdown-overtreders zijn overgebracht naar de politieacademie. Het was zo druk met mensen die zich niet hadden gehouden aan de maatregelen dat er meer stoelen bijgezet moest worden. Inspecteur Clyde Ormskerk zegt dat de politie wel rekening houdt met spoedgevallen. We bellen dan even, net zoals er was een politierecruit hier, in verband met een overlijdensgeval. Hij gaf mijn nummer van mijn collega door, ik kon die niet bereiken. Maar heeft een andere van Latour van mij gebeld, die heeft aangegeven dat er inderdaad een tante van hem was overleden. In de middaguren dat hij daar was in verband met het overlijden. Dus zo iemand hebben we dan doorgestuurd. Een soort gelijk geval, die taxichauffeur gaf aan dat hij een mevrouw had met haar baby. En dat er wat aan de hand was met haar hand. En dat hebben we wel gezien. Die mevrouw heeft dat doekje weggehaald. En bleek dat het kind een brandwond had in haar hand. Dus die hebben we nou wel doorgestuurd. Inspecteur Clyde Ormskerk. Wij spraken hem gisteravond op de Koezewijnenbrug. De politie heeft de controle tijdens de lockdown opgevoerd om verder verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan.